want zonder grap, we zijn geen kleine kinderen. Ja. We zijn hier voor de patiënten, we zijn hier voor onszelf. We zijn hier om amputaties te voorkomen. Ja. We zijn hier om te zorgen dat alle mensen hun bloedsuiker normaal zijn, dat hun nieren niet ziek worden. Want we hebben wel meer transplantatieartsen nu, maar we willen niet dat het zover komt dat die mensen een nier van een zus of een neef moeten hebben. We willen het voorkomen. Want eenmaal je nier achteruit gaat, is er geen weg terug. U hoorde een van de medewerkers van de stichting One Stop Shop. Het personeel van de stichting is vanmorgen naar het kabinet van de vicepresident gegaan om een petitie aan te bieden. Anderhalve week geleden kregen ze te horen dat de stichting vanwege geldgebrek de deuren per 27 februari moest sluiten. De medewerkers zijn vanmorgen echter niet toegelaten tot het terrein van het kabinet van de vicepresident. Sohara Sylvester van de stichting One Stop Shop vindt het erg dat ze zonder resultaat weer huiswaarts moesten keren. We hebben geprobeerd afspraken te maken, bellen, mailen, maar dus geen reactie gehad. Er is ons toen gezegd dat we hier kunnen staan en dat we het eventueel zouden kunnen aanbieden. Maar dus vandaag hebben we dus te horen gekregen dat dat niet lukt op de dag van de RVM. En dat we dus morgen daarvoor terug moeten om 19:30. De One Stop Shop moest dus de deuren sluiten omdat we dus geen subsidie hebben ontvangen. We hebben het dus aangekaart. We zijn naar de media toegestapt. De minister heeft het gehoord, want hij heeft ook een reactie gegeven. De president heeft het gehoord, er is erover gesproken in de assemblee. En er is toen dus gezegd dat er een oplossing zou komen. We zijn al een week verder, anderhalve week verder en we hebben nog niets vernomen. Het personeel van de stichting One Stop Shop zegt dat een oplossing voor zo'n belangrijke kliniek te lang uitblijft. Bij deze stichting kunnen personen met diabetes terecht voor wondbehandeling, educatie en hun jaarlijkse screening. Het is niet iets dat we, waarvoor we tijd hebben. Er zijn cliënten met wondjes die al anderhalve week niet behandeld zijn. En een diabetische wond, als je het niet op tijd behandelt, volgt amputatie en dat willen we niet. En we krijgen van die telefoontjes van cliënten, hoe moet ik verder, dit, dat en... We willen, maar we kunnen niet, want we hebben de middelen niet. Dus daarom zijn we hier, omdat we vinden dat het sneller moet gaan. Sohara Sylvester, medewerker van de stichting One Stop Shop. Het personeel van de stichting is uitgenodigd om morgen de petitie in te dienen bij de vicepresident.